Hey, wat fijn dat u erbij bent. Hier bij Ment 55 voor een nieuwe tijdlijn van een carrière van een zangeres in binnen- en buitenland. Een carrière om u tegen te zeggen. Het zou moeilijk kiezen geweest zijn om al die jaartallen eruit te halen. Maar het is gelukt. En Mieke, welkom. Dag Herbert, hallo. Je ziet er stralend uit. Dank je wel. Waar ben je mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Nieuwe album. Dat komt eind van de maand, begin volgende maand. We hebben nog niet precies een datum, komt het uit. En er komt een nieuwe single uit met Bandit. Een heel mooi nummer, wat heel goed in de eindejaarssfeer past. Mieke weet van geen stoppen. Nee, het zou jammer zijn om te stoppen. Iets wat je echt, ik doe dat zo graag. Dat zijn echt zoveel vitamintjes voor mij. Ik zou niet kunnen stoppen, nog niet. Mm-hmm. Ik zei vroeger altijd, dat is echt waar, als ik een kind krijg, dan stop ik ermee. Dat heb ik niet gedaan. Als ik ga trouwen, dan stop ik ermee. Toch weer door. En dan denk ik, als ik 50 ben, dan moet ik echt gaan stoppen. En ondertussen zijn we zoveel verder en gaan nog niet stoppen. Je bent al heel lang een bekende vrouw. In Vlaanderen, in Nederland, in Duitsland. Was het altijd even gemakkelijk om daarmee om te gaan, met die bekendheid? Oh, ik doe dat natuurlijk al van mijn 11e. Van mijn 11 jaar ben ik aan het zingen, dus ik weet eigenlijk niet anders. Word je herkend op de foto? Ja, soms veel, soms minder. In Nederland veel meer terug. En dat heeft toch weer wel iets. Dat is toch wel plezant, ja. Je geniet ervan? Ja. Ik heb er geen last van.